Ah, hou toch op, man. Oh mijn god, man. Dat meen je toch niet? Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Voor vandaag, jongens, gaan we het weer doen. We gaan straks onze Rivals Rewards openen. We gaan onze Elite 3, ja jongens, Elite 3 Rewards openen. Normaal gesproken zou ik denken, oh, Elite 3, ik ben er niet heel erg tevreden over wat dan ook. Maar ik heb gewoon dus met een 50k team, mocht je die video nog niet hebben gezien, dan kan je die natuurlijk gewoon nog checken. Maar ik heb dus met een 50k team met echt de meest basic spelers ooit Elite 3 gehaald. Waar ik dus heel erg tevreden over ben. En ik hoop dat ik gewoon leuke rewards krijg. En jongens, we gaan dus bedenken voor vrijdag tot en met zondag hoe ik dus mijn weekend league ga invullen. Ga ik gewoon weer met een goed team spelen? Of ga ik gewoon met een, gewoon weer een challenge aangaan? Misschien is het leuk dat jullie laten weten in de reacties met wat voor team ik moet spelen. Ik heb zelf dus de vorige keer met een 50k team gespeeld, heel basic. Wat is de challenge voor de volgende keer? Moet ik met een 250k team spelen? Moet ik met een team met volledig uit icons? Moet ik met een basic Barcelona team spelen? Dus echt met de standaard Barcelona kaartjes. Ja, verzin het maar. Misschien is het wel leuk om weer een challenge te doen, want ik vond het wel heel leuk. Ik heb serieus heel goed FIFA proberen te spelen in dat weekend. Heel geconcentreerd, dus ja, ik vond het best wel gezellig. Maar voor vandaag, jongens, we gaan dus beginnen met de Rivals Rewards, daarna Weekend League Rewards en ja, daarna gaan we dus het team bekijken en de challenge. Ja, laat even weten dus als je iets heel leuks hebt. We beginnen dus even met de Division Rivals Rewards. Ik heb helemaal geen Division Rivals gespeeld. En ik denk dat de pakketten ook niet echt goed zijn. Maar ja, weet je, we gaan altijd maar voor de pakketten. Die 32.000 munten, ja, het zal nog gestolen worden. Ik moet nog even die Icon Swaps doen. Maar wat ik echt bizar vind, is dat heel veel mensen die Icon Swaps gewoon al hebben gehaald. Ik snap niet hoe jullie dat nu al flikken. Ja, natuurlijk, je hebt geen reet te doen waarschijnlijk nu de hele dag. Maar ik vind het alsnog knap dat jullie dat zo snel hebben gehaald. We gaan gewoon beginnen. Premium Goud pakket, het eerste pakket. Het is iets zieks. Het is Koen Weiland die online komt, jongens. Het is ongelooflijk. Koen Weiland, jongen. Het is te laat. Het is 9:30. Je had eerder online moeten komen, jongen. Dat is wel nadeel. Nu zijn de Division Rivals Rewards eigenlijk gewoon niet leuk. Omdat ik in zo'n lage rang zit voor die Icon Swaps en alles. Is de kans natuurlijk heel laag dat wij hier iets, überhaupt iets goeds uit gaan pakken. Dus het is een Italiaan. Het is de broer van... Geen idee. Oké, jongens, laatste mega pakket al. Ja, laten we deze maar snel openen. Dan zijn we er vanaf. Het zijn niet eens borden. Ik bespaar jullie echt de moeite, want mijn Division Rivals Rewards is gewoon nogmaals echt heel erg slecht. Oké, jongens, dit waren de Division Rivals Rewards. Wat misschien even leuk is, dus om te laten zien waar is dat. Team of the Week, die is er dus niet, maar ze hebben dus iets nieuws gedaan. Dit is Team of the Week Moments. En dat is dus wel leuk. Ik denk dat heel veel mensen voor jullie niet weten waar deze Team of the Week op gebaseerd is. Deze Team of the Week, Team van de Week, hoe je het ook wilt noemen, is namelijk gebaseerd op Team van de Week 28. Volgens mij van FIFA 19. Zoals je kan zien is Team of the Week 28 dus van een vorige Team of the Week. Met daarin dus de spelers die je dus nu ook ziet. Alleen, dat is best wel een leuk idee. Ze gaan dus Team of the Weeks van de andere FIFA's of misschien alleen FIFA 19. Of wat, ik weet niet eens welke FIFA dat is, joh. Is het FIFA 18? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, het idee is best wel leuk. Aangezien het natuurlijk nu niet wordt gespeeld, moesten ze met een creatieve oplossing komen. En ik denk dat dit best wel leuk is. Maar goed, dat was dus het Team of the Week Moments. Wat het ook is. Het is in ieder geval, vind ik, best leuk. Wij halen dus de Elite 3, jongens. Nogmaals, het was een succesvol weekend. Echt een van mijn beste weekenden dus tot nu toe. Met een minder team gespeeld en dat heel erg leuk was. De spelerskeuze, ja. Waar zijn we tevreden mee? Even denken. Ik vind Matthijs de Ligt zal natuurlijk vet zijn. Walker. Ja, ik heb al zoveel centrale verdedigers die goed zijn. Maar goed, we moeten het ermee doen. Walker zijn we tevreden. Bill lijkt me heel erg vet om mee te spelen. Maar er is niet echt één hele lijpe natuurlijk waarvan je denkt... Ja, die moet je echt hebben. Ik denk dat Bill misschien nog wat vetste is om te hebben. Ik vind Bill een hele vette speler. Dus laten we voor Bill gaan, dames en heren. Dan gaat hij. De eerste player pick wordt geopend. En het is... laten we maar voor Lingard gaan. Dat oog nog misschien het beste. Ik weet niet. Oké, player pick nummer 2. Er is geklikt. Het is iets zieks. Het is... Doelman Schmeichel. Op zich nog best wel een goed kaartje. Hele leuke keeper vind ik dat. Een goede keeper is dit ook gewoon. Dus laten we maar voor hem gaan. En als laatste zou ik echt tevreden zijn even met een Bill. Kom op, een Bill. Geef mij een Bill of een Walker. Oké, jongens, daar komt hij. De laatste player pick. Laat het iets goed zijn. Wordt Eljo geboond voor zijn Elite 3. Nou, dat is niet echt. Dat is... teleurstellend, EA. Maar goed, teleurstellend is het woord wat we al vaak hebben gehad.
Maar goed, we hebben een Team of the Week pakketje, jongens. En laat daar nou een keer iets goeds in zitten. Laat daar nou een keer iets goeds in zitten in dit pakketje straks. Kom op. Team of the Week pakketten zijn zo slecht bij Elite 3, Elite 2, Elite 1. Dus laat El Yoko straks een keer beloond worden. Maar we gaan eerst even het goudpakket openen. Premium Jumbo. Goudpakket. Ah nee, dit is toch belachelijk. Dit is toch belachelijk. Ah, houd toch op, man. Oh mijn god, man. Dat meen je toch niet? Niet eens een borden of zo? Uit een Jumbo. Uit een 100k pakket. Ah, hier. Dikke lul. Hoeft niet eens te zien. What the fuck, man. Oké, we gaan snel door naar het Elite 3 pakket. Ja, dat vind ik zo schandalig dat je gewoon niet eens borden krijgt uit een top 100 pakket. Een Jumbo pakket. 100k pakket. Die kostte 20 euro. Dan krijg je zulke meuklui. Oké. Ja, het is niet anders. We gaan door naar het Elite pakket. Wat is dit dan? What the fuck? What the fuck is dit? We zijn er ineens. Oké, ik dacht, dat is het moment. We bouwen op naar het spannende moment. Maar oké, zelfs dat zit er helaas niet in. Zijn deze lijnen nog iets waard of zo? Nou, dit is een discard packie. Nou, bij hem heb ik het idee dat het ook een discard packie gaat worden. Nou, jongens, laten we de air onszelf houden en we discard het gewoon. Het is oké, het zijn echt de meest dramatische rewards weer ooit. 100k packie, gewoon niet eens borden. Gewoon niet eens borden. Wat ik eigenlijk het leukste pakket vind, zijn die 100k pakketten. Nou, die elite pakketten zijn ook weer dramatisch. En de player picks, ja, daar wordt ook niemand blij van, laat ik het maar zo zeggen. Dus we hebben een heel weekend helaas voor niks gestreden. We hebben leuke content gebracht, wel door het 50k team te spelen. Dus laat even weten wat jij leuk vindt, wat El Yoko moet gaan doen. Moet El Yoko weer met een 50k team gaan spelen? Moet hij weer met een 250k team spelen? Moet hij met een standaard Barcelona, Real Madrid, Juve of wat voor een team dan ook spelen? Misschien een team met allemaal icons? Laat het even weten. Dan ga ik er naar kijken en kijken of er een leuke optie tussen zit. En dan ga ik dus dit weekend mee spelen. 30 potjes Weekend League hiervoor gestreden. Ik vind het schandalig, maar goed, het is niet anders. Mensen, geniet van jullie vrije dagen. Geniet van de content die El Yoko elk weekend gaat brengen. En dan zien we elkaar snel weer. Bedankt mensen, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Bye, bye.